Nieuwe kerkfederatie in Valkenburg aan de Geul. Perspresentatiefilm De Nacht. En nieuwe inrichting Museum Valkenburg. Na een bespreektraject van enkele jaren en uiteraard in overleg met het bisdom, hebben diverse kerken in het Valkenburgse besloten om samen te gaan in een federatie. Pastoor Mol uit Schinnepgeul, wat houdt de federatie van deze kerken eigenlijk in? Een federatie van deze vier parochies betekent dat ze nu hun krachten gaan samenbundelen. Dat we dus proberen taken samen te doen die in het verleden allemaal binnen een eigen parochie plaatsvonden. Pastoor Jansen van de beide parochies in Valkenburg. Opvallend is dat er een aantal parochies uit het Valkenburgse niet in deze federatie op dit moment zijn opgenomen. Ik denk dus aan de parochies in Broekum, in Houtem, in Bergen-ter-Blijt en ook in Sibbe. Hoe zit dat eigenlijk? Dat is misschien zo in deze zin te verklaren dat het bisdom Roermond in de tijd een blauwdruk heeft gemaakt, blauwdruk 2020. En daar is het streven om 7 van de 8 parochies die u net genoemd hebt tot 1 grote federatie te binden. Houdt dat ook in dat kerkbesturen opgeheven gaan worden? De kerkbesturen blijven dan bestaan in ieder afzonderlijke parochie, maar krijgen wel een andere naam en een andere functie. Vanuit de tegenwoordige 4 kerkbesturen wordt er dan iemand benoemd voor het overkoepelende kerkbestuur van het hele federatie. Op dit moment hebben wij besloten, dus deze 4 parochies, om het stap voor stap te laten groeien. En als we daarmee klaar zijn, de volgende stap. Dat geldt dus ten aanzien van Broekum, Houtem en Bergen-ter-Blijt. Op de duur zal dat zeker 1 federatie worden. En wat Sibbe betreft, dat heb ik zojuist gezien in de blauwdruk, die heeft het bisdom gepland samen met Zeulder in de federatie Margraten. Vandaar dus dat die op dit moment bij ons niet direct aantoonbaar aanwezig zijn. Mag ik u ook vragen hoe u tegenover deze federatie staat? Heel positief. Niet alleen omdat het bisdom dat vraagt, maar vooral omdat je inderdaad niet alleen aan gaat denken aan mensen van te weinig arbeiderskrachten of te weinig mensen. De eenheid van de kerk is gewoon belangrijk en dat kun je op een kleinere schaal met die 4 parochies heel duidelijk gestalte geven. Dat gaat ook voor de pastores die er nu nog zijn, gelukkig. Dat gaat ook over samenwerking met leken, rectoren, zangkoren, alle mogelijke mensen die gelukkig in al de 4 parochies een grote rol spelen, die vrijwilligers, want zonder die gaat het echt niet, dat we dat kunnen bundelen. Wanneer gaat officieel deze federatie beginnen? Het wordt dus officieel in werking gesteld met een eucharistieviering, een dankviering. Dus in de kerk van Schinnepgeul op zaterdag 1 april. En daar zullen dan de verschillende pastoors en andere genodigden ook samenkomen. En tijdens die dankviering wordt dan het covenant ondertekend door de belanghebbenden. In dit theater hier achter mij in Roermond worden vanavond de eerste beelden getoond van een film die opgenomen werd onder andere in Valkenburg in het klooster in Broekum Noord en waarbij Valkenburgse mensen hoofdrollen spelen. De Nacht, een verhaal uit de Tweede Wereldoorlog van een gevangenkamp in Amersfoort. Walter Oudekerke, we hebben vandaag een paar beelden gezien van de film De Nacht. Ja. En op de poster, de Hey Vuros Likt, daar zie ik de grote naam Walter Oudekerke oog opstaan. Wie ben ze gescreend? Wie hebben ze dicht gevonden? Auditie gedaan. Ja, zo wie dat gaat. Dus een berichtje langskomen. Opnames in Limburg bleek uiteindelijk Valkenberg te zijn. Dus gauw ze gaat thuiswedstrijd, dus daar gewoon niet voor opgeven. En ja, casting gedaan hier in Roermond, in de Fork City, waarvan we ook zijn. En doorgekozen als Cotella, de beul van Amersfoort. Dus er zat schijnbaar het dreigend in mijn auditie. Wie is dit op tegen u voor gekomen? Nu, wie ze beelden uit de film vandaag als voorpremière gezien hebt?
Ja, op het groot scherm is dat natuurlijk toch een hele andere impact dan op klein scherm. Ik heb wel een paar fragmentjes hoog gezien, gewoon op een tv of op een computerscherm. Maar ja, dus gewoon de impact van het grote scherm is toch wel gaat. En dan het feit dat er nog geluiden onder kump en er wordt nog een color grading opgedaan. Ja, dit werkt al heel sterk, dus ik denk dat we dadelijk een fantastisch product hebben. Er zijn nog zoveel mogelijkheden. Hè? Wat gaat er gebeuren? Het leuke van film is dat ze dus er heel zakelijk aan kunt werken. De kind als acteur kan ze gewoon een scène opnemen en de kind er daarna nog eens van de andere kant. Terwijl als ze op toneel staat, dan is ze dat ding gaan doen. Is ook geweldig om te doen, maar dat is een einde ding. En ik houd er wel van, in de film kan ze er veel meer mee spelen en van andere invalshoeken nog eens opnieuw filmen. En dan uiteindelijk op de editingtafel wordt het uiteindelijk beslist wat het gaat weren. Bart van Geleuken, ja. Welke functie heb je toe in deze film? Welke functie? Ja, dat is een hele makkelijke vraag, maar een heel moeilijk antwoord. Heel even kort wat uitleggen wie dit in de film in zijn werk heet. Op een gegeven moment werd de film gefilmd, daar komt geluid onder te zitten. En het geluid moet bewerkt worden, er zitten allerlei krakers en piepjes in. En als het geluid bewerkt is, dan gaan ze er effecten onder zetten. Dat noemen ze ook folie. Voetstappen, deuren, sleutels, dat soort dingen allemaal. Als dat klaar is, dan gaan ze de muziek maken. Dus dan moet de muziek gecomponeerd worden. En dan later moeten al die drie elementen moeten bij elkaar komen. En dat werd onder de film gelaten. De film heeft me gepakt. Ik vind het een goede film geworden. En wij kunnen hem als studio alleen maar beter maken door er goede muziek onder te gaan zetten. Dus dat smaakt dus naar meer? Absoluut. Vanwege de jaarlijkse paddentrek is de Curvesweg in Geulum-Houtem vanaf vrijdag 24 februari jongsleden voor verkeer afgesloten tijdens de uren in de avond tussen 7 en 10 uur. De weg is afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van fietsers. Naar verwachting zal de afsluiting gedurende 2 weken van kracht zijn, mogelijk als de temperatuur daarna wat hoger uitvalt, nog wat langer. Paul Tiemann werkt al 3 jaar aan de vernieuwing van het museum Land van Valkenburg. Ik heb hier een keer geëxposeerd en naar aanleiding daarvan raak je in gesprek. Ik ben een tentoonstellingsvormgever en een beeldend kunstenaar. Ik maak dus meestal mijn eigen tentoonstellingen. Ja, en van het een komt het ander. Dus ben ik gevraagd van, god, kun jij niet iets met een vernieuwingsoperatie voor dat hele museum? En dan met name de eerste verdieping waar je de vaste presentatie vindt. Om het gebouw te veranderen is weinig budget voorhanden. Tiemann en het museumbestuur hebben brainstormsessies gehouden waaruit schetsplannen zijn ontstaan. Schetsen worden opeens werkelijkheid. In Tiemanns geval worden weinig tekeningen gemaakt. Hij werkt vanuit de praktijk. Hij herschikt en herinricht een kamer. Als je we staan hier nu in een soort proefzaal. De eerste ruimte die opnieuw wordt ingericht is nog niet helemaal af, maar het grootste deel zit op zijn plek. Dan zie je al heel goed dat het een heel ander soort museum wordt dan gangbaar. In plaats van her en der vitrines, her en der aan de muur ingelijste prenten, tekeningen en dergelijke, wordt alles meer in een soort kunstinstallatie samengebracht. In eigenlijk een hele grote collage tegen 2 van de wanden van een ruimte en de rest van de ruimte blijft leeg. Dat heb ik zo bedacht, omdat je dan enerzijds heel veel in zo'n ruimte kwijt kunt. En aan de andere kant heb je een soort rust waar je van kunt genieten. Het wordt straks echt een huiskamermuseum. Het komt ook een beetje door de plattegrond. Als je een plattegrond tekent van het museum, dan zie je een labyrint van piepkleine ruimtes, grotere ruimtes waar je doorheen kunt dwalen. Er komen straks de ruimtes bij die nu nog niet eens toegankelijk zijn. De tentoonstelling, de vaste presentatie, die moet daar natuurlijk bij aansluiten. Je moet echt iets te ontdekken hebben. Je kunt het niet in 1 keer overzien straks. Uiteindelijk zal medio 2018 het gehele museum Land van Valkenburg gerenoveerd zijn. NL Doet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds. Vrijwilligers kunnen inschrijven voor een klus bij een maatschappelijke organisatie.
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in heel Nederland. Het fonds is het geschenk van alle Nederlanders aan het koningspaar bij hun huwelijk in 2002. Vorig jaar staken ruim 325.000 klussers bij zo'n 8600 klussen de handen uit de mouwen. Waar kun je terecht in Valkenburg aan de Geul? Onder andere in Bergen ter Blijt bij Fonterhof. Of in Houtem bij de Ruitervereniging. Je kunt op 10 plekken in onze gemeente terecht. Kijk voor meer informatie www.nldoet.nl. Kijk voor meer tips naar Uit in Valkenburg via tvvalkenburg.tv/uit.